Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Asran. We hebben de vorige aflevering, zijn we in dit dorpje, of ja, de stad met stadsmuren, dus misschien is het wel een stad, beland. En dat is interessant omdat dit de laatste plek is waar we zo'n ei moeten vinden. En de vorige keer kwamen we erachter dat alle volwassenen in slaap zijn gevallen. En we weten niet zo goed waar het door komt. Dus de bedoeling is nu eigenlijk dat we wat clues gaan vinden. Dat is op dit moment de bedoeling. De informatie over de Phoenix. Ik heb hier wel een kind staan met een puzzel. Dus wellicht dat die ons verder kan helpen. Hey, wie zijn jullie? Waarom slapen jullie niet? Zoals papa? Zijn jullie aan het slaapwandelen? Nee, ik weet zeker dat we wakker zijn. Al lijkt de situatie waarin jullie kinderen zijn beland wel een boze droom. We zoeken een methode om de volwassenen in de stad te doen ontwaken. Onze vriend Umid denkt dat de Phoenix de oplossing is. Oh, de Phoenix? Ja, die heb ik wel eens gezien. Zal ik erover vertellen? Oh, nee, wacht. Kunnen jullie me eerst met deze puzzel helpen? Ik zit echt vast. Nou, dat kunnen wij wel. Wij zijn puzzelmasters. Puzzel 79. Een slangenproppen. Oh jee. Een stel sissende slangen in een piepkleine pot. Oh, sorry. Een stel sissende slangen in een piepkleine pot proppen. Een ervaren slangenbezweerder draait zijn hand er niet voor om. Er passen maar liefst 10 van die reptielen in deze pot. Al lijkt het misschien alsof er niet meer in past dan 9 slangen. Die er al in zitten. Je hoeft geen rare trucjes uit te halen. En de slangen mogen elkaar niet overlappen. Ga je gang. Kijk maar eens of je deze 10 slangen in deze pot kan krijgen. Oeh, ik denk dat dit nog best lastig is. Deze zal hier moeten, denk ik. Heb ik het gevoel. In deze hoek gepropt. Dan kan die niet hier, denk ik. Of zou dat bij de... Ik denk niet dat dat bij de pot hoort. Die kan er ook niet. Eigenlijk even eentje daarin te proppen. Oké, dat werkt niet. Kan er daar eentje tussen toevallig? Ik vind dit wel... Dit wordt een uitdaging. Ja, ik heb het gevoel dat die hier moet. Zo. Zo. Die hier. Dit ziet eruit alsof dit klopt. Alleen nu kan deze al nergens meer. Is het dit dier? Nee. Die past ook niet in elkaar. Ik denk dat dit zo moet. Ik denk dat we een beetje zo moeten puzzelen. Dat we bij de grootste beginnen. Oeh, die past ook precies. Ik denk dat we op de goede weg zijn nu. Kijk. Hoopte ik in ieder geval dat we op de goede weg waren. Deze kan hier ook. Dan kan deze weer hier. Oké. Dit biedt perspectieven. Dit is hem. Ze zit in de paar.
Nice. Dat was een behoorlijke opgave. In de par. Ik ben de beste. En dat is fijn dat. Dat we dat nu weten. Dat wisten we al natuurlijk, maar nu weten we het zeker. Oké. Wauw, u bent echt slim. Oh ja, de Phoenix dus. Ziet u de grote heuvel buiten de stad? Die heet de Phoenixhorst. We krijgen altijd op onze kop als we er spelen. Maar op een keer... op een keer zag ik een gigantische vogel op de heuvel zitten. En hij keek me recht in de ogen. Een grote vogel op de Phoenixhorst, dat klinkt als een aanwijzing. We moeten de hele stad uitlopen. Nou, dan doen we dat. Wij gaan de heuvel wel op. Oeh, dat ziet er spannend uit. Als de grote mensen wakker waren, zouden ze ons verbieden om bij deze plek in de buurt te komen. Ik weet wel dat het voor onze eigen bestwil is, maar dit is anders. Als de Phoenix echt op de heuvel woont, moeten we gewoon gaan. Het ziet er zo eng uit. Ik zou haast willen dat er grote mensen waren die ons nu verboden te gaan. Ze mogen me straf geven als ze wakker worden. Ik zou gewoon blij zijn als ze weer normaal waren. Nou, hier zijn vast hintmuntjes verstopt. Dat dacht ik. Wojo, een beest. Allemachtig, een mot van werkelijk mythische proporties landde zojuist op die boomstam. Oh, die is echt best enorm. Bedankt dat u hem even aanwees, professor. Je hebt het niet zo op motten, Emmy. Heb je liever vlinders? Oh jee, dit wordt een vlindermopje. Of een puzzel bedoel ik eigenlijk. Gouden vlinder 2. Oh, gouden vlinder 1 hebben we even gemist, denk ik. Zoals iedere goede vlinderkundige weet, is er maar één manier om de gouden vlinder te zien. Een drankje brouwen met precies het juiste zoetigheidsniveau. Brouwsels die te zoet zijn, trek ik slechts bijen aan. En die niet zoet genoeg zijn, enkel groene kevers. Je hoopt een glimp op te kunnen vangen van een gouden vlinder, maar je hebt enkel 3 siropen met een verschillend zoetigheidsniveau. En een fles water. Kun je het perfecte drankje brouwen door 5 eenheden van deze ingrediënten te mengen? Water maakt het drankje uiteraard minder zoet. Dat waren groene kevers, oké. Dat waren ook groene kevers, oké. Oké, jezus. Als we nou eens zo doen. Dit is te zoet. Doen we 1, 2, 3, 4 water. Hey, dat is hem. Oké, okay, nice. Ik ben er klaar voor. Dat was sneller dan dat ze dachten, denk ik. Ik ben op dreef vandaag. Dan dat de bedoeling was. Want ik had nog helemaal nog lang niet alle opties gehad. Vlinders zijn echt niet zo griezelig en griezelig en kriebelig, jezus, als echte insecten. Ze lijken op vlinderdassen. Die gevolgtrekking is bepaald interessant te noemen, Emmy. Interessanting. Ik zie een kraai. Kaboom. En een egel. Laten we maar gewoon lekker doorgaan naar... Een grote vogel. Dit is wel een grote vogel, maar dit is geen Phoenix. Kijk, dat is hem. Is dat een Phoenix? Kwak, kwak, kwak. Een adelaar. Oh, sorry, we wilden u niet wakker maken. We zijn op zoek naar de Phoenix, bent u dat? Kwak, kwak. Oh, maar u bent hier al heel lang, toch? Ah, dus u wacht op haar. En u zegt dat ze glinstert. Dat klinkt als een... Als iets mythisch. Ik durf te wedden dat zij degene is die we zoeken. Weet u wanneer ze weer terugkomt? We willen haar ook graag ontmoeten. Ik denk niet dat we zo lang kunnen wachten. Maar hoe weet u dat ze in de buurt is?
Wauw, dan kunt u vast heel goed ruiken. U denkt dat ze hier binnen zit? Dat lijkt me niet heel waarschijnlijk. Ik geloof dat dit een sluisdeur is. Oh, je weet wel, een soort deur voor water en... Laat maar, dat is niet belangrijk. Leuk u te ontmoeten, meneer Adler. Wat denk je ervan, Luke? Meneer Adler, hier is niet de Phoenix, maar er is nog een veel grotere vogel in de buurt. En die glinstert helemaal. Een nog grotere vogel? Maar hoe gaan we die vinden? Hij zei dat ze ooit eens hebben dat zij haar ooit eens hebben gezien toen ze naar de stad keek. Misschien vinden we daar nog meer aanwijzingen. Moeten we die sluisdeur niet gewoon openen? Deze ruïnes lijken typisch Azraans. Er is geen twijfel mogelijk. Molsinia en de Azraan waren met elkaar verbonden. Kan het zijn dat de Phoenix daar binnen verscholen zit? Dat betwijfel ik ten zeerste. Denk je niet een beetje veel na? Dit is gewoon een oude watertank. Nou, ik denk het niet. Oh jee, daar hebben we die flaprollen. Wat doen jullie hier? Ik wed dat zij ook achter de Phoenix op de bergtop aanzitten. Is dat zo? Zitten jullie daar achteraan? Eerlijk gezegd zijn we er al geweest. Absoluut magnifiek gevederd, die vogel. Bah, op een veertje na verslagen. En we hadden nog zowel ons best gedaan op die puzzel. Schiet op, Kwartel. Ik wil die Phoenix nu wel eens zien. Heb je wel geluisterd, Kivit? Ze hebben het ei al. Je weet maar nooit, die Phoenix kan best nog een ei leggen. Speciaal voor ons. Als je het niet vraagt, weet je het nooit. Ik ga alvast vooruit. Wat heb ik nou gezegd over weglopen? Owee als je weer in een val trapt. Lekker voor jullie. Ze gaan die vogel toch niet echt dwingen om een ei voor hen te leggen? Dat lijkt me verspilde moeite. Adler is namelijk een mannetje. We bevinden ons in een netelige situatie en we zijn geen stap dichter bij het vinden van het ei. Als we nu eens iemand konden vinden die voor ruimtelijke ordening werkt, zouden we een stuk verder komen. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Ik heb nog niemand gezien die ouder is dan Umut. En de enige aanwijzing die we hebben is die van een grote glinsterende vogel. Maar waar ter wereld moeten we beginnen met zoeken? Eén moment. Professor Sycamore? Umut zei dat alle volwassenen in Molsinia lijden aan deze eindeloze slaap. Toch vertonen u, juffrouw Altava, en ik zelf geen tekenen van slaperigheid of uitputting. Ja, daar heeft u gelijk in. Maar wat betekent dat? Wat de oorzaak van die slaap ook is, het lijkt me onwaarschijnlijk dat het om een besmetting via de lucht gaat. Het moet iets anders zijn. Ik denk dat het water is. We hebben meer informatie nodig. De bron van de ziekte moet ergens anders liggen, maar waar? Laten we met kinderen in de stad praten. Wellicht kunnen zij enkele aanwijzingen geven. Ook weer met hem praten. Timir, ik besef dat het moeilijk voor je kan zijn. Maar kun je me bedenken waardoor je vader ziek is geworden? Ja, misschien wel. De avond ervoor hadden we een heel groot festival ter ere van de Phoenix. Ik en papa aten zoveel als we konden. Mijn buik is nog nooit zo dik geweest als toen. Dat klinkt sensationeel. Maar toen we thuis kwamen, hoorde ik papa via de achterdeur weer weggaan. Ik dacht dat hij voor de tweede keer, of eigenlijk de zevende keer, een bordje ging halen. Maar waarom mocht ik dan niet mee? Ik denk dat toen gebeurde wat er is gebeurd. Zo klinkt het wel, ja. Kom, laten we gaan kijken of we nog wat te weten kunnen komen over het festival. Het liedje op de achtergrond wat je hoort is mijn wasmachine. Hey, gaan jullie weg? Met wie moet ik dan spelen? En de andere kinderen dan? Kun je niet met hen spelen? Dat heb ik al gevraagd. Er hangt een meisje rond bij Prisa's Berg. Maar die wil alleen maar met Umut spelen. En dat is niet eerlijk. Umut is wel populair, hè? Laten we dit meisje eens met een bezoekje vereren. Dus jullie willen echt niet met me spelen? Als ze er niet chagrijnig uitziet, kunnen jullie dan nog eens voor me vragen? Wij kunnen het altijd vragen van jou. Wow, yo, wat is dit?
Ze heeft wel een puzzel in ieder geval. Umid, waar, daar ben je. Waar hing je uit? Weet je niet dat je een meisje nooit moet laten wachten? Sorry, Mary. Maar het was belangrijk. Deze mensen gaan ons helpen geneesmiddel te vinden. Oh, dat is goed nieuws zeg. En ik maar bang zijn dat je bij me wegbleef omdat je me niet lief vond. Wat een sufferd ben ik. Hoe gaat het trouwens met de grote mensen? Is er al iemand wakker? Timur's vader probeerde aan zijn neus te krabben. Maar dat zat niet eens in de buurt. Afgezien daarvan is er niks gebeurd. Ik dacht dat er een mooie lantaarn ophangen misschien zou helpen. Een beetje hulp daarbij zou fijn zijn. We moeten lantaarns ophangen. De maan en de ster. Deze fraaie hanglamp is gemaakt van acht driehoekige glazen panelen. En twee daarvan hebben een afbeelding. Kijk eens naar de uitgeklapte lamp op het touchscreen. Eén paneel is al gedecoreerd met een ster. Help Leten en Umid bij het uitzoeken waar de afbeelding van de maan hoort als ze precies de lamp op het bovenste scherm willen maken. Die. Oké. Degene die daar aankomt. Die inklappen. Dit is de onderzijde. Dat kan niet, want er is geen onderzijde. Dit is best lastig. Deze is lastig. Dit is een lastige vorm. Deze vier maken als het goed is de bovenste. Dus dan is het één van deze vier sowieso. Dus dit wat eronder zit, dus dan zal het deze moeten zijn, denk ik. Dat was een behoorlijke opgave. Nice. En dat is dat. Goed gedaan, Ing. Oh ja, nog iets anders. Oma mompelde iets over de Phoenix in haar slaap. Ze is echt geobsedeerd. Oh, dat is waar ook. Je oma heeft de Phoenix eerder gezien, toch? Mary's oma is de hoedster. Ze is de meest wijze persoon in de stad en ze past op de oude tempel in het noorden. Misschien vinden we daar een aanwijzing. Zullen we gaan kijken? Uiteraard zullen we dat doen. Ga maar voor, dan volgen wij. Wat is dit voor een ei? What the fuck, King? Daar zijn bijen. Dat moet je bij Mario niet doen, want dan word je geprikt. En in het echt trouwens ook, overigens. Ik neem aan dat je deze tempel bedoelde, Umid. De bouwstijl is werkelijk magnifiek, maar het verval is te betreuren. Zijn er aanwijzingen over de legende? Alles op zijn tijd. Dit is zonder twijfel Azraans gesteente. Maar ik kan er weinig uit afleiden uit het ontwerp. Het is onfortuinlijk dat de persoon die ons hierover het meeste kan vertellen op dit moment niet beschikbaar is. Als ik nog iets kan doen om je te helpen, dan hoor ik het wel. Ah, kijk, daar is de hoedster. Ze slaapt rechtop. Ze staat al de hele week zo. Ze wordt niet wakker, maar ze gaat ook niet liggen. Het is allemaal erg vreemd. Haar benen zijn nu vast heel moe. Phoenix. Maak de Phoenix. Maak de Phoenix wat? Wakker? Los de muurpuzzel. Ligt te slapen. Ik wou dat ik wist wat ze bedoelde. Nou ja, dan moeten we maar gewoon rondkijken. Ja, daar zal ik op. Oeh. Oeps. Nou, wat een eventje. Ik denk dat we hier een puzzel moeten oplossen. Oh, toch niet. Deze patronen zijn ingewikkeld, professor. Begrijpt u wat ze betekenen? Oh, weer hetzelfde. Hey.
Denkt u dat er een aanwijzing over de Fenix in deze tempel verstopt zit? De tempel lijkt opgericht ter ere van de Fenix-legende. Deze stenen platen zijn geen grafstenen, maar historische tabletten. Dat is heel interessant, maar weinig nut, omdat we ze niet kunnen lezen. Wat is dit? Oh, dit tablet is anders dan de andere. Je hebt gelijk, het zijn dezelfde tekens als die we zagen in de koepel in Lekkerbek. Ik kan ze lezen. De Fenix gunt haar leidraad slechts aan de uitverkorenen, die de hemelse last dragen en de eeuwige cyclus voltooien. Vurige vogel, geboren uit westelijke ochtendstralen, sla uw vleugels uit over de middaghemel en eindig uw reis bij de oostermaan. Aan hen die de cyclus voltooien, vindt de weg naar de toegang tot de bescherming der Fenix. Het verhaal gaat over dat de Fenix sterft, hij uit de as herboren wordt. Je zou kunnen zeggen dat dat voor de levenscyclus staat. Ja. Het lijkt erop dat we volgens het tablet de cyclus moeten voltooien. Maar waar is het belangrijkste element, de cirkel zelf? En de afbeelding op de muur dan? Het graveerwerk kan de levenscyclus voorstellen, toch? De patronen rond de middelste afbeelding lijkt best op zonnen. Volgens mij kunnen we het zelfs bewegen. Goed gezien, juffrouw Altava. Als dat klopt, hoeven we slechts de symbolen uit te lijnen volgens het verhaal op de tablet. En dat doen we de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie je heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos!